De verharding van onze samenleving. De zorgen om de zorg en het wij tegenover het zij denken, oftewel polarisatie. Het kwam donderdag allemaal aan bod in Veghel tijdens workshops, lezingen, excursies en kunst. Politiemensen, kunstenaars, ambtenaren en vrijwilligers zochten vandaag samen naar oplossingen voor in deze tijd lastige problemen in een zogenaamde sociale tour door mijn Rijstad. Wat moet er vooral in die sociale tour zitten, in die tekening? Mijn doel vandaag is alles wat ik hoor vandaag een beetje op me te nemen en eigenlijk te verbeelden naar beeld. Dat is eigenlijk wat ik doe. Een visual staat er natuurlijk ook voor, je visie. Hè? Waar wil je heen met z'n allen? En daar zie ik wel mijn toegevoegde waarde in vandaag. Wat is dat, die sociale tour? Er zijn vanmiddag een aantal excursies. Vanmorgen waren er wat gesprekken. En ik ben er wel trots op dat wij als gemeente uitgekozen zijn door de VNG om als een soort voorbeeldgemeente te dienen, maar ook als gastheer. En vanmorgen ging het ook over het maatschappelijk middenveld, ging het ook over de jeugdzorg, ging het over verschillende zorging en het ging ook over polarisatie. Oftewel het wij tegenover het zij denken. Voorbeelden te over. Denk aan de discussie over bijvoorbeeld Zwarte Piet. Wel of geen wolf in Nederland? Of de opvang van vluchtelingen. We hebben gezegd, we zijn een gemeente, 83.000 inwoners, maar wel met 13 kernen. Eigenlijk dorpen. Een AZC als opvang zien wij eigenlijk niet zitten. Wij willen het meer bij de maatvoering doen die bij die kernen past. Wij willen eigenlijk niet dat er in Nederland steeds met mensen weer naar de volgende plek geschoten wordt. Tegen het COA gezegd, zover we dat konden waarmaken, wij willen dat het eindstation is. Dat na ons ze niet meer verplaatst worden. Dat ze dan hier in mijn Rijstad of in de regio hun definitieve stek hebben. Stadsdichter Rick ter Wind van Meijer Rijstad opende de bijeenkomst van de Vereniging Nederlandse Gemeenten met een eigen gedicht. Elkaar willen zien, elkaar willen vinden, dagen later de naampjes. Zorg. Gezond leven, met gelijke kansen, zonder eenzaamheid. Bestaanszekerheid, allemaal integraal in veiligheid. Waar heb jij je inspiratie vandaan gehaald deze dagen? Een inspiratie voor het openingsgedicht. Het gaat me aan en als het borrelt, dan komt er iets uit. Maar dus, ik kan niet plannen, dat is nu. Maar in de loop van weken kwam er iets uit en dat is goed ontvangen door VNG. En ook vandaag hier in de Blauwe Kei in de zaal. Iedereen pikt er, weet ik zeker, zaken van mee van hey, nou heb ik iets gezien of gehoord of een voorbeeld, daar ga ik contact mee maken. Over contact maken gesproken, in het Zweedse plaatsje Luleå vraagt de gemeente de inwoners op straat voortaan weer gedag of hallo te zeggen. Wat vindt u daarvan als burgemeester? Dat is een hele mooie oplossing om elkaar beter te leren kennen, toch? Ik denk dat wij hier in een regio zitten waar mensen elkaar echt nog wel groeten. Dus misschien is dat een goede tip voor in Amsterdam of een aantal steden waar mensen veel onpersoonlijker leven. Maar wij koesteren dat wij dorpen hebben, kernen, waar mensen elkaar echt nog wel groeten. Gedag zeggen, is het meer verbaasd dat iemand zegt, hey, goedemorgen. In de media dat ik denk, hè? Hey, jij wil wat van mij. Dat is het meer, maar dat is oké, weet je wel. Dus ik denk niet dat het Zweedse model in Rotterdam zou plaatsvinden. Alles begint bij elkaar ontmoeten en niet langs elkaar heen bewegen. En als dat met een goede dag begint, dan geloof ik dat dat gaat helpen. Ja, toch weinig andere woorden voor samen en verschil. Mooi. Uit één stuk. Mooi. Heel mooi. Ja. Heel mooi. Dankjewel.